We gaan contact zoeken met Katja Zwager. Met Katja. Hoi Katja, met Jeroen, Frontier Radio. Ah. Welkom in de uitzending. Hoi. Goedenavond. Goedenavond. Ja, leuk dat je bij mij in de uitzending wil komen, want met jou wil ik het hebben over onder meer. Dat was eigenlijk de aanleiding natuurlijk om jou te contacteren over je boek. Leren leven als een elastiekje. Dat betekent dat we dit uur heel flexibel gaan zijn. En het in eerste instantie over jou gaan hebben. Want Katja, ik heb een hele mooie omschrijving gekregen. Ook van een eerdere gast die ik in mijn uitzending heb gehad. Bo Baden, die echt heel erg positief is over jouw boek. En die dit ook aan alle kanten aan iedereen probeert duidelijk te maken. En daar werd ik ook wel heel erg enthousiast over. Hij noemt het een modern heldinnenverhaal in de beste traditie van sagen en mythen zoals Joseph Campbell die verzameld heeft. Nou ja, dat is toch een enorm compliment. Maar laten we eerst even bij het begin beginnen, Katja. Want de aanleiding om dit boek uiteindelijk te schrijven. Wat was voor jou de aanleiding om dat te doen? De aanleiding om het boek te schrijven was omdat mijn weg was zo bijzonder. Dat iedere keer dat er weer iets geks gebeurde of dat er een inzicht viel, nou ja, dat was gewoon, hoe zal ik het zeggen, ik riep steeds Dan Brown kan het niet verzinnen. Het zo naadloos paste alles in elkaar en de boodschap was eigenlijk zo mooi. Hè, ik kwam natuurlijk helemaal terug van, nou ja, eigenlijk iemand die zichzelf van de wereld af manifesteerde omdat ik het gewoon niet waard was om te leven. Nou, helemaal stap voor stap, mijn hart helemaal open en naar binnen ook, naar mezelf, onvoorwaardelijk van mezelf kunnen houden. Ik ja, dit is, ik ben niet voor niks blijven leven. Ik heb een boodschap die de wereld in moet. En ja, waar heel veel mensen, en helemaal niet per se kankerpatiënten, maar waar iedereen iets aan kan hebben. Nou ja, dat was eigenlijk de aanleiding. Ja, maar je bent nogal ziek geweest. Ja, dat kun je zo stellen. Ja. Vertel maar. Oké, ja, ik zat een beetje, ik wist niet wat al geïntroduceerd was. Nou, ik in eind 2007 heb ik mij baarmoederhalskanker gediagnosticeerd. In een dodelijk stadium. En er was gewoon niets meer aan te doen. En ik heb een verzachtende behandeling gehad. Een palliatieve behandeling, zoals dat heet. Van hele zware chemo en bestralingen. Ja. En uiteindelijk lag ik in januari 2008, nou ja, zo'n beetje mijn laatste adem uit te blazen. Dat was een terminaal patiënt. En ik kon ook echt helemaal niets meer. En ik denk ook wel dat ik dood gegaan ben. Maar ja, dat kun je nooit helemaal bewust. Ik kan heel veel in dat moment meebeleven. Maar ja, dat is niet helemaal gegaan. In ieder geval, uiteindelijk ben ik teruggekomen, stap voor stap. En door steeds meer in overgave aan het leven. Ja, door steeds meer over te geven wat het leven me bracht, zeg maar. Alles welkom te heten. En nou ja, gewoon een heel mooi proces, stap voor stap. Tot ik uiteindelijk op 16 juni 2009 schoonverklaard werd door de artsen. Na een scan. Nou ja, toen had ik ineens een heel nieuw leven. Ja, nou, je had het net al over de Dan Brown. Dan Brown had het al niet kunnen bedenken. Wat kun je daar wat voorbeelden in noemen? Wat over? Nou ja, weet je, Dan Brown heeft natuurlijk in de tijd de Da Vinci Code geschreven. En het werd natuurlijk een ongelofelijke hype. Omdat hij haalde toen van alles en nog wat bestaand en niet bestaand. En hij wist dat zo te schrijven dat je het gewoon helemaal ging geloven. En laat ik het even anders vertellen. Ik heb toen ik ziek was heel erg om hulp gevraagd. Nou, natuurlijk doen we allemaal wel eens. En ik ben helemaal niet gelovig in de zin van een kerk of ergens bij aangesloten of whatever. Maar ik had wel zoiets, er moet meer zijn tussen hemel en aarde. En dat was ook mijn heilige overtuiging. En ik heb heel in het begin, toen ik ziek was, echt een soort, nou ja, een soort gebed gewoon uitgezonden. Van alsjeblieft, als er iets of iemand is daar, help me. En laat me geen moeder zijn die een klein kindje zomaar achterlaat op de wereld. Weet je wel, zo. En die hulp die kwam in de vorm van een mentor. En die mentor die liet zichzelf aan mij zien. Als een soort, een man, een oude man met grijs slierig haar en knokige knietjes en een stok. En een groezelig hemdje en hele lieve, wijze, sprankelende ogen. Maar ja, als ik mijn ogen opendeed, dan was hij er niet. Dus hij stond aan mijn bed en hij nam me mee op reis. De eerste keer. En toen zei hij ook, ik neem je mee op het pad van je keuze. Nou, was ik heel blij dat ik natuurlijk niet had gezegd dat ik dood wilde. Want dan was ik mooi bokje geweest. Ja. En ja, stap voor stap eigenlijk dat
hij kwam iedere keer terug en liet me steeds stukje voor stukje een nieuw inzicht zien wat nodig was om over te geven aan dat wat er is. En in het begin liet hij me heel prachtig, leidde hij me naar mijn eigen bron, zeg maar. En toen zag ik een heel mooi wit licht, vloeibaar licht, een soort lichtkolom. En nou ja, er was daar alleen maar liefde, stilte en vrede. Het was echt heel erg mooi en ik begon ook heel erg te huilen, echt vanuit mijn ziel, zeg maar. Dat is niet in woorden te vatten, dat is met recht niet aards. En hij zei toen ook, hij zegt, dit is de plek waar je kunt opladen en de komende tijd wordt heel erg zwaar en heel heftig. Maar hier kun je energie vandaan halen. Nou ja, en dat was heel mooi dat ik het had en ik kon er ook zo naartoe, ik hoefde mijn ogen maar dicht te doen en ik kon het voor me zien. Maar ja, dan vergeet je dat weer. En toen kwam hij me op een gegeven moment, kwam hij weer langs, zeg maar, om te vertellen van ja, nou bied ik je die bron. Dan is het wel de bedoeling dat je er gebruik van maakt, zeg maar. Anders schiet het nog niet op. Nou, en zo ging dat door. En stap voor stap liet hij me allemaal dingen zien waarin ik was vastgelopen in overtuigingen in mijn leven. Wanneer ik de besluiten in mijn leven en vaak al heel jong had genomen om me terug te trekken uit mijn lichaam als het ware. Dat het voor mij gewoon niet veilig voelde op de aarde. En stap voor stap leerde ik eigenlijk de situatie vergeven, de personen van die situatie en uiteindelijk steeds mezelf. En kon ik zo eigenlijk laagje voor laagje dieper openen in mezelf. Waardoor ik eigenlijk steeds beter werd. En ook steeds energieker en gelukkiger. En ik kon weer genieten en vooral ik kon weer voelen. Ja. Want dat was er gewoon niet meer bij. Ja, omdat je natuurlijk helemaal had teruggetrokken uit je lichaam. Dus ja, ik was zo ver uit mijn lichaam weggemanifesteerd. Nou ja, dat ik... Ik heb, dat is misschien wel leuk, die bron op een gegeven moment. Hij zei, als je er met je hand in gaat staan, dan kun je de kracht voelen. Hm. En ik was zo ziek en dat was zelfs nog eigenlijk voor de behandelingen begonnen. Ja. Dat ik zoiets had van, nou, als ik er nou eens gewoon in ga staan, ik denk, wat nou alleen mijn handen. Hm. Dus ik ging erin staan en dat voelde echt ontzettend goed. En toen draaide ik me om en dan keek ik naar beneden. Want ik denk, waar komt dat licht en die stroom nou vandaan? Dus toen keek ik naar beneden, hield ik me aan de rand van de bron vast als het ware. En toen keek ik in het heelal. Ineens was er gewoon geen stroom meer, er was gewoon alleen het heelal. En op dat moment besefte ik niet dat als ik toen had losgelaten, was ik overleden. Oké, dus dat is wat jij... Zeker weet dat zou zijn gebeurd. Ja, dat is wat me later eigenlijk ook verteld werd, zeg maar. Dat, op dat moment kon ik dat niet ervaren natuurlijk, want dat was veel te heftig. Want ja, als je zulk nieuws krijgt en als je zo'n proces ingaat met, zoals ik dan met die kanker, dan komt er een soort deken over je heen, een soort stressbegrenzer. Ja. Dus ik kon daar niet bij met mijn gevoel toen, pas achteraf. Nee, maar goed, je kon in ieder geval wel, en dat is al dankzij deze oude heer, laat ik hem zo noemen, wist je uiteindelijk wel op een ander niveau, zeg maar, contact te maken met die bron. Ja. En het was voor jou ook, wat je al vertelde, het was voor jou niet moeilijk om daar weer terug naar te gaan? Nee. Wat was het ook, weet je er eigenlijk ook al naartoe getrokken? Of wat gebeurde? Want je ging er namelijk aan vaker naar die plek toe. Ja, in het begin liet hij het me zien en gingen we eigenlijk door mijn lichaam op reis. En door het heelal heen. En hij heeft me op een gegeven moment ook, het was niet alleen maar de bron hoor. Hij liet me van alles zien aan visioenen en inzichten. Ja. Ik moest de tweede keer dat hij me meenam, dan staat hij, je moet je voorstellen, je ligt in je bed. En dan staat er ineens, zie je licht verschijnen, een soort fosforiserend licht naast je bed. En je voelt allemaal kippenvel over je heen gaan, van die rillingen en dergelijke. Dat je denkt, oh oké, weet je wel, er is aanwezigheid. Nou ja, dan liet hij zichzelf zien. En dan nam hij me mee. En de tweede keer dat hij me meenam, toen had ik dus eerst de bron leren kennen. En toen gingen we door het heelal heen. We vlogen echt letterlijk door de lucht. En toen zag ik op een gegeven moment, toen vloog ik over allemaal lichtwezens heen. Ja, ik wist ook niet hoe ik het moest benoemen. En dat vond ik zo mooi. Er kwam zoveel liefde vandaan. Mm-hmm. En de aarde was voor mij een soort zwarte, angstige schil. Of een angstige plek. Mijn moeder die is zwanger van mij geweest. Het was eigenlijk een ongewenste zwangerschap. Dus ze was heel bang dat het ontdekt werd. Dus ik heb eigenlijk gewoon in een schaal van angst 9 maanden gezeten.
En ik moest een keuze maken en ik zag een baby met twee navelstrengen in de lucht, of in het heelal dus. Uh-huh. En de ene navelstreng ging naar de lichtwezens, met liefde en licht, en die andere navelstreng ging naar de aarde. En ik weet al dat ik riep, ik wil naar die kant, maar met dat licht. En ik wees naar de aarde, die kant, met het licht van de lichtwezens. Oké, ja. Dus ik moest letterlijk kiezen, wil je leven of niet? Wil je hier zijn? Dat was zeg maar de tweede keuze die ik kreeg. En gaandeweg, uiteindelijk bleek mijn mentor er heel anders uit te zien. En op het einde bleek mijn mentor, hoe zal ik het goed vertellen? Hij bleek een zoon uit een vorig leven te zijn. Ik vermoed ergens in de middeleeuwen of vlak daarvoor aan wat ik zag. En ik heb het vermoeden dat het zich ergens in Italië afgespeeld moet hebben gezien de beelden die ik zag. Mm-hmm. En ik was in dat leven zijn moeder en... Op een van die reizen kreeg ik dus een fragmentje, want ik vroeg me af, wie is nou die mentor, dat hij me zo geholpen heeft, ja, dat ik me zo goed kon voelen en dat het zo goed met me ging. En wat was zijn aanleiding om mij te helpen? Nou, en op de dag dat dat ging gebeuren zag ik het heelal en ik zag een filmfragmentje voorbij vliegen met een vrouw met een doorgesneden keel. Dus gadverdamme. En... Dat haalde ik terug en dat plaatste ik op een bioscoopdoek. Dat is een soort NLP-oefening is dat. Mm-hmm. En dan kon ik die film als het ware, dat fragmentje, in de tijd voor en achteruit spoelen. En zo zag ik dat een jongen van een jaar of 14 naar die vrouw keek. En dat bleek dus uiteindelijk mijn mentor te zijn. En ik was vermoord voor zijn ogen. En hij was een jaar of 14. Ja, en toen hoorde in die tijd, was je dan al man? En hij had eigenlijk gefaald om mij te beschermen. En ik overleed, en dat zag ik ook. En ik kwam boven als het ware en ik stond de stampvoeten van kwaadheid dat ik mijn leven niet kon afmaken. En ik was verschrikkelijk verdrietig dat ik mijn kind had moeten achterlaten. En hij had een soort karma daarmee op zich genomen, omdat hij vond zelf dat hij gefaald had. Was natuurlijk niet zo, maar dat vond hij. Dat als ik ooit mijn fout kan goedmaken, dan zal ik hemel en aarde bewegen om dat te doen. Nou, dat is dus wat hij heeft gedaan. Hij is letterlijk door tijd en ruimte gekomen. En heeft mij alle inzichten, alles wat nodig was om terug te komen naar het leven, zo voor mijn neus neergelegd. Ik moest het allemaal zelf doen. Maar hij legde het zo neer dat je gewoon het niet kon missen, zeg maar. Mm-hmm. En uiteindelijk liet hij zich dus zien wie hij was. En ja, dat is echt zo'n zielsherkenning. En nou, zoveel liefde, dat kan ik je gewoon niet in woorden vertellen. Dat is zo mooi. Dat was eigenlijk dus wie mijn mentor was en waarom hij mij zo hielp. En het was heel mooi. Op een gegeven moment kwam zijn mentor. Dat was dan weer een heel een wezen in helemaal in het wit, heel groot. En mijn mentor die zei, je bent nu veilig. En dat was in februari 2009. En in juni 2009 ben ik schoonverklaard. En hij zei, je bent nu veilig, ik kan nu gaan. Dus het karma was opgelost. Mm-hmm. Hij had zijn taak volbracht, hij had mij gered, zeg maar. En ik zag hem aan de hand van zijn mentor weer klein worden als een kind. En toen gingen ze weg, zeg maar, want zijn taak zat erop. En ik weet nog dat ik toen op mijn blog geschreven heb van als er nu een scan gemaakt wordt, weet ik zeker dat er niets meer gevonden wordt, dat ik schoon ben. Maar ja, ze wilden van mij geen scan maken en daar geen geld in investeren, want ja, ik ging toch dood. En uiteindelijk heb ik in juni... Lekker subtiel. Ja, daar kan ik je heel wat verhalen over vertellen hoor. Het kan nog veel erger. Uiteindelijk hebben ze een scan gemaakt als opening. Omdat ik mee zou gaan werken aan een onderzoek in het Leids Universitair Medisch Centrum. En dat was natuurlijk een startpositie nodig. Ja, en toen moest mijn arts in het AMC gaan bellen. Met de uitslag dat ik schoon was. En hoe hebben ze toen... Het is natuurlijk voor de buitenwacht... Is dit natuurlijk een... Ja, voor jou natuurlijk ook. Maar is het een enorm wonder? Ja. Maar hoe reageerde jouw arts hierop? Sorry, ik ging je heel even op ongeluk onderbreken. Wat zei je? Hoe reageerde jouw arts hierop? Nou ja, ze vroeg natuurlijk wat ik had gedaan. En ik had een hele lieve radiotherapeut hoor. Echt een lieverd. Mm-hmm. En... ze was heel blij voor me. Ja. Maar ja, ik was een wonder. Ik paste niet in de statistieken en er wordt ook verder eens niet naar gekeken. Nee, want statistiek, als het niet in de statistieken past, dan kan het ook niet, hè?
Nee. Ja, dat moet je zelf doen. Ja. Maar goed, dat maakt ook niet uit hoor. No hard feelings. Ik was al lang blij. Ja, natuurlijk. Ik denk, ik wist, weet je, sommige mensen, je kunt iets kan voor je neus gebeuren, maar als je niet in staat bent om je kader te verruimen. Nou ja, en als ik dan toevallig buiten dat kader sta, ja, dat is jammer dan. Wat ik veel erger vond, was dat mensen eigenlijk in de periode na mijn schoolverklaring, dat mensen begonnen te roepen, en ga je nu weer werken? Dat ik zoiets had van, hallo, wat dacht je van verwerken? Ja, nee, tuurlijk. Ja. Hallo, ineens heb je een leven. En dan wordt ook nog gevraagd, zeker bij de oude weer. Dat soort dingen. Maar, dan, ja. Maar je bent gewoon opnieuw geboren, wat je al zei. Je hebt gewoon een complete... Ja, degene die ik was, die leeft niet meer. Om het maar zo te zeggen. Nee. Nee, die leeft niet meer. Dat kan ook niet meer. Nee. Ik sta 100% anders in het leven. En ik heb een open hart naar mezelf en naar de wereld. En heel veel kracht. Ja. En ik spreek mijn eigen waarheid uit. Ik hou me niet meer in. Ik slik niks door. Je hebt natuurlijk gemerkt dat je niks te verliezen hebt. Nee, er is geen angst meer. Lekker, ja. Hè? Ja, heerlijk is dat. Dat is toch een beetje het grote teken van kanker. Want kanker is ongeveer een synoniem natuurlijk voor angst. Hè, als je het zo bekijkt. En ja, dat is voorbij. Nee, ik voel me 100% veilig. Om mijn leven te leven en ook in volle overgave van het leven. Dat het leven me geeft wat ik nodig heb. Altijd. Ja. En ja, nee, maar goed, dat is ook geweldig. Want dat betekent ook dat je, ja, ik neem ook aan dat je hierdoor ook heel erg, zoals we de meesten dat dan noemen, heel erg in het nu leeft. En alles in vol potentie ervaart en geniet. 100%. Zelfs zo erg dat ik ook echt zowat niets kan onthouden. En als ik heel veel gebeurt, ook gechanneld. Ik ben echt een soort open kanaal nu. Mm-hmm. Waardoor ik soms dingen zeg dat ik het zelf niet eens weet, bij wijze van spreken. Niet dat ik dat er iets mankeert, maar gewoon zo in het nu. Dat ik gewoon, dat er van alles door me heen spreekt, zeg maar, om het maar zo te zeggen. Ja, je hebt alle filters van onzekerheid, angst en wat dan ook allemaal gewoon weggehaald. Ja. 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 Nou ja, weet je, als je leert, wat ik geleerd heb, is de taal van het leven begrijpen. Hmm. En dat niets voor niets gebeurt. En dat alles heeft een reden en alles heeft een boodschap. Als je maar snapt wat die boodschap jou wil vertellen. Ja. Hè, als er als er iets gebeurt en er vliegt een bepaalde vogel voorbij, of die zit ineens een vlinder je aan te kijken, dat je denkt, wat is dat? Dan kun je denken, daar zit een vlinder me aan te kijken, of... Wat heeft die vlinder te vertellen? Of wat heeft de situatie te vertellen? Of ik heb ergens pijn en wat heeft mijn lichaam me te vertellen? Het zijn allemaal boodschappen als je ze kunt zien en daar word je steeds handiger in. Nou ja, het wordt steeds leuker ook. Ja. Ja, goed, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ja. Dat dit ook, dit is eigenlijk meer dan een overwinning, hè? Ja. 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 Ik kan je als je het leuk vindt, ik kan een mooi voorbeeld geven van vandaag. Mm-hmm. Over het leven geef je wat je nodig hebt. Ik heb mijn beste vriendin, Natasja 444, staat zelfs bekend. Zij is mijn gelijke in kracht. Mm-hmm. En zij schrijft op Facebook, heeft ze de Angel Cloud Community. En dan schrijft ze iedere dag gechanneld een stukje, wat de engelen haar doorgeven. En dat klopt gewoon altijd. Iedereen die aanhaakt, dat klopt gewoon. En voor vandaag stond er in er zal er vandaag een situatie plaatsvinden waarin je in de eerste instantie heel erg de neiging hebt om in verweer te gaan. Hè, of te gaan verdedigen, of in ieder geval iets wat je onderuit wil halen voor je gevoel. Maar stop, vechten hoeft niet meer. Hè, die tijd hoeft niet, dat is voorbij. Nou, ik heb er voor de rest niet meer over nagedacht. En vanavond ging ik mijn mail openen toen ik thuis kwam. En toen had ik een mail gekregen van een inloophuis. Voor kankerpatiënten. En dat inloophuis, dat wilde van mij, en dat stond er echt zo raar in, dat wilde van mij een gratis boek. Nou ja, mijn boek is €22,50 in de winkel, waar gaat het over? Die wilden ze gratis hebben, want zij worden helemaal gesponsord en zijn helemaal afhankelijk van giften en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik werd daar zo boos om. Ik werd er zo kwaad om, van dat is zo vanuit tekort gezien en gedacht. Ja. Dat ik denk, hallo, waar kom ik vandaan? Weet je, ik heb een investering gedaan van meer dan €20.000. Allemaal mensen die
dat hebben voor mij hebben betaald, zeg maar. Van betaal maar als het boek een succes is. Die mm-hmm. allemaal vertrouwen in mijn verhaal hebben. En gewoon in de boodschap die ik te vertellen heb. En zonder dat ik ook maar een idee had wie de kosten ging betalen, heb ik volkomen vertrouwd dat het leven me gaf wat ik nodig heb. En de orde geaccordeerd, zeg maar, om de kosten, de drukkosten en dergelijke, ja, hoe noem je dat, het drukken van mijn boek door te laten gaan. Ja. En allemaal vanuit overvloed. Gewoon, het leven geef je wat je nodig hebt. En deze mensen wilden van mij gratis boeken. En dat voelde zo fout, dat ik zoiets had, hey, het leven, hè, vanochtend kreeg ik al de waarschuwing van het vechten hoeft niet meer. Waardoor ik eventjes een beetje uit mijn loodje werd geslagen, ja, omdat ik er gewoon heel boos over werd. Ja. Maar hey, ik kon gelijk doorademen, want hou joh, niks aan de hand, het is een test. En daarna heb ik gewoon heel liefdevol een mail gestuurd naar die persoon van dat inloophuis. En heel liefdevol kunnen uitleggen waarom ik ze geen gratis boek toestuur. Mm-hmm. En er was niks meer aan de hand. Nee, soms is maar ja, het, dat soort dingen gewoon. Ja, dan word je gewoon ergens door. 100.000 van verzinnen. Nee, precies, maar dan word je inderdaad getriggerd. En, maar goed, en uiteindelijk valt het misschien ook wel mee. En dan zien mensen het zelf ook wel in wat ze vragen. Ja, wie weet, maar in ieder geval, ik had ook in mijn verdediging of in mijn boosheid kunnen schieten van ja. Wat denk je wel dit? Ja. Ja. En dat heb ik niet gedaan. En dat was echt voor mij een teken. Hey, het leven geeft je wat je nodig hebt. En, ja. Nou, dat handel ik daarna. Helemaal goed. Dan span. Ja. Leren leven als een elastiekje. Wat is het voor een boek? Wat kunnen lezers ermee? Een heleboel. Het is niet zozeer, dan laat ik dat voorop stellen. Het is niet zozeer bedoeld voor mensen met kanker of zo, hoor. Dat wordt nog wel eens in die hoek geroepen. Maar nee. Het was alleen mijn kapstok. Ja. Nou, leren leven als een elastiekje, heel simpel gezegd, is een concreet handboek om in het hier en nu te leven. Om concreet eigenlijk de weg af te leggen die ik gedaan heb. Ik neem je helemaal mee en de reacties tot nu toe zijn echt, je begint te lezen en je legt het niet meer weg. En dat bedoel ik niet van, laat mij nou even stoer over mezelf zelf praten, zo bedoel ik dat niet. Maar het leest met snelheid leest het weg, zeg maar, het leest lekker weg. En eigenlijk, je wordt continu getriggerd om verantwoording te nemen voor jezelf. Maar op een hele speelse en humoristische manier. Niet met drama en ik zal jou eens vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Maar gewoon mijn verhaal, mijn belevenissen, hoe ik erop gereageerd heb. Mm-hmm. Maar luchtig, zeg maar. Een heftig verhaal luchtig gebracht. En wat, ja, waar heel veel lagen ook nog eens van wijsheid in zitten. Want je kunt het lezen als bij wijze van spreken zo'n chicklit-achtig iets. Gewoon als een flop met humor geschreven boekje. Maar voor de mensen die spiritueel en dergelijke, wat zich daar meer mee bezig hebben gehouden, die zullen daar heel veel lagen in herkennen. En niets is wat het lijkt. Het begint eigenlijk voor iedereen geschikt, laat ik het zo maar zeggen, als mijn verhaal met de kanker. He, dat kan iedereen ermee komen, dat is van alle dag nu. Maar het wordt natuurlijk zeker voor de mensen die zichzelf heel nuchter vinden en heel down to earth, wat ze vaak niet zijn, maar dat terzijde, wordt het natuurlijk steeds vager met spoken, mijn mentor. He. Ik bedoel, het is toch iemand die er niet echt is. En andere dingen. En op een gegeven moment zelfs een hele belangrijke clue, een vorig leven in Egypte. Van 4000 jaar geleden. Hm. En je kan er niet omheen. Je kan er gewoon niet omheen als je het leest. Je kan dit niet verzinnen. Ik kan dit ook niet verzinnen. Nee, maar goed. Nee, echt niet. En mensen zijn echt helemaal onder de indruk na het lezen. Ja. Ja, maar goed, ik had ook al gezegd, hè, Bo is ook zeer, zeer enthousiast over dit ja, boek. En hij snapt het boek ook. Dat is ook wel leuk. Ja, ja, maar dat is ook mensen die gewoon zelf in een bepaalde fase zijn terechtgekomen. Of inderdaad, nou ja, voor jou was dan de aanleiding, het beginpunt, zeg maar, de baarmoederhalskanker. Ja. Maar voor ieder die in een crisis zit en uiteindelijk doorziet wat deze crisis impliceert, die voelt de bevrijding. Ja.
En het is ook nog zo dat het, er hoef je op zich helemaal niks te mankeren om het een mooi boek te vinden. Nee, laten we vooral niet zeggen dat je eerst een trauma moet hebben of zo. Je moet eerst in de crisis terechtkomen en dan moet je mijn boek gaan lezen. Maar we zitten nu allemaal in de crisis. We zitten allemaal in de crisis, Katja, nu al. Dus, wel hè? Nee, ja, dat is maar net waar geef je aandacht aan. Ik zit niet in de crisis hoor. Nee. Ik heb een, misschien als enige in Nederland, maar ik heb inmiddels een goed lopende praktijk. En eigenlijk gaat mijn leven alleen maar in een stijgende lijn. En iedereen zeurt maar. Ik denk, ja, die geeft alleen maar voeding aan dat wat je niet wil. Nou, dat is nou net wat ik niet meer doe. Nee, angst, dat is gewoon een. Als je ergens bang voor bent, wordt het sterker. Dat is gewoon een wet. Angst is een hele slechte raadgever. En angst. Kijk. Ik heb een beetje zo'n bijnaam tegenwoordig als ego-kraker, met mijn behandeling en alles. Maar het is echt zo. Angst is iets van het hoofd, en het hoofd is het ego, het denken. En dat wil je altijd uit je hart houden. Want ja, in een hart, hè, in de directe waarheid, of de directe ervaring, zeg maar. Hè, de waarheid, als ze dat, hoe je dat wil omschrijven, de enige waarheid. Ja, daar is dat hele denken niet nodig. Dus ja, dat wordt overbodig. Dus dan wordt dat ego heel bang om dood te gaan. Ja, met alle gevolgen van dien. Ja, ik ben er stil van. Dat moet je niet doen. Nee, maar goed, wat valt... waarom zou ik? Je hoeft niet bang voor stilte te zijn. Geitje, hoor. Nee, maar weet je, het is gewoon, tenminste dat merk ik zelf ook, op het moment dat ik ergens, in mijn hoofd zit, zorgen om te maken, ja, dan loopt alles in één keer niet meer zoals ik gewend ben. En op het moment dat ik het weer los kan laten, dan in één keer kom je weer in de stroom terecht. Dus klein en groot, weet je wel, als je denkt van ik kom te laat op mijn werk en je zit te denken van, oh god. Want ja, dan maak je een probleem van dat je te laat op je werk komt. En dat heb ik van die dagen soms. Dat ik denk, zit ik in de file of weet ik veel wat. Maar er zijn ook momenten dat ik denk van, ja, schijt dat ik te laat. Ik kan er niks aan doen. En dan is er ook niks aan de hand. Dan kom ik nog op tijd ook. Juist, precies. Ja. Als jij ervan uitgaat dat die tijd er is. Ik ga bijvoorbeeld, simpel voorbeeldje. Ik ga er altijd vanuit dat er parkeerplek voor me is. Ik ga er gewoon vanuit, waar ik ook kom, voor mij is altijd plek. Ja. En ik heb al, is het het laatste plekje, ik heb altijd een parkeerplek. Ik hoef er nooit moeilijk om te doen. Ja. Weet je, en dat is eigenlijk, ja, met alles zo. En je leert daarin steeds hoe beter je hoe je focus en je intentie kan richten, zeg maar. Dus waar geef je aandacht aan? Wat is je doel wat je wil bereiken? En kun je het in vertrouwen laten gaan, zeg maar, in het vertrouwen dat het voor je geregeld wordt. Dan ga je op een gegeven moment zo snel manifesteren, dat het bijna instant manifestatie wordt, zeg maar. Dat je soms dat je iets bedenkt en het volgende moment gebeurt het al. Ja. Ja, dat werkt gewoon op die manier. Ja. Ja. Ja, en dat is iets, dat ben ik wel goed in geworden. Hoe ben jij op de titel gekomen? Je was met een elastiekje aan het spelen en... In één keer schoot hij weg. Nee, ik had een natuurgenezer. En ik houd even op natuurgenezen, omdat ik niet wil dat mensen ineens allemaal naar een bepaalde vorm toe gaan rennen, want daar gaat het allemaal niet om. Maar die natuurgenezer, die deed een elastiekje op mijn teen, om mijn ene teen, want die deed altijd iets met mijn voeten. Mm-hmm. En toen deed hij om de andere teen ook een elastiekje. Hij zegt, kijk Katja, als jij je tenen uit elkaar beweegt, dan komt het elastiekje strak te staan. En dan ontstaat er spanning. En spanning is nooit de weg van je hart. Want de weg van je hart is een weg van moeiteloosheid. En op het moment dat je je tenen naar elkaar toe beweegt, dan wordt dat elastiekje ontspannen. Hij zegt, je bent perfect als je ontspant in je ware zelf. Ik denk, daar moest ik even over nadenken. Mm-hmm. Maar ik vond het op zich een leuk gegeven. En gaandeweg, ja, dat ik aan het schrijven was, en natuurlijk mijn hele proces. Het werd steeds speelser allemaal. En leuker en gewoon wat gekker. En ik hou wel gewoon van luchtigheid. Ik, weet je, geen zwaar kankerboek of iets dergelijks. Dus ik had zoiets, ja, leren leven als een elastiekje. Met andere woorden, hoe simpel kan het leven zijn? Eigenlijk. Het is alleen maar spanning of spanning loslaten. Niks meer of niks minder. Ja,
Is het mijn hart of is het niet mijn hart? Nou. Maar goed, spanning is soms ook wel verslavend, hè? Ja. En kan op soms ook gewoon heel nodig zijn, hè? Want spanning heb je nodig om soms tot een reactie te komen, hè? Vechten, schrikken, vluchten als er gevaar dreigt. Dan kan het ook heel goed zijn. En er is niks mis met een beetje spanning. Maar op het moment dat het stress wordt, hè, dat je moet haasten om op tijd op je werk te komen en dat je allerlei verplichtingen op je werk moet voldoen. En dat de lat steeds hoger gelegd wordt. En nou ja, de red race van het leven, zeg maar. Dan vergeet je om in het hier en nu te blijven. Omdat je continu in het verleden of in de toekomst in je hoofd bezig bent. Je bent niet meer in het moment en gewoon wat gebeurt er hier en nu. Nou ja, als je dat maar tijd genoeg volhoudt, word je vanzelf heel ziek. Want ja, je blijft voeding geven aan het ego. Zoals ik dat zie, zeg maar. Ja. Het ego huist in je hoofd en is continu bezig tussen verleden en toekomst. Dus ja, die heb het heel druk dan. Ja. En hoe verder je van je hart daarmee afkomt uiteindelijk. Ja. Tot je helemaal de verbinding met het leven kwijtraakt. Ja, en dan ga je over. Ja, het is heerlijk. Ja, ik zit gewoon even aandachtig te luisteren. Ik zat ook even... Want spanning kan soms er ook de oorzaak van zijn dat mensen niet overgaan. Hè? Dat ze dus... Juist, ja. Dat ze heel erg in die angst zitten van... Oh jee, hoe moet ik mijn kinderen achterlaten? Hoe moet ik dit? Ja. Hoe moet ik dat? En dat ze daardoor heel lang blijven aanmodderen. En eigenlijk al lang hadden kunnen gaan. En kunnen loslaten. Precies. Ja, het is zo. Kijk, uiteindelijk is leven, het leren leven als een elastiekje, zo makkelijk. Het gaat al om één ding. Alles welkom heten wat zich aandient. Ongeacht de uiterlijke verschijningsvorm. Alles is oké. Okay. Alles is een boodschap en alles gebeurt om je te dienen. Als je het geschenk in iedere situatie kunt herkennen, dan kun je, nou ja, dan kom je vanzelf in die tweede fase van mijn boek, gewoon de wauwfase, zeg maar. Dan loop je continu wauw te roepen van wauw, het is leven gaaf en wauw dat dit mogelijk is. En die mensen die op het punt staan eigenlijk om over te gaan of dat eigenlijk zouden moeten loslaten, die kunnen de controle letterlijk niet laten gaan. Die zijn inderdaad zo bang, want uiteindelijk bepaal je je eigen stervensmoment. Dat is misschien heel lastig om te begrijpen. En ook zeker in sommige situaties die gewoon heel schrijnend zijn en dergelijke. Maar uiteindelijk bepaal je eigen moment van sterven wanneer je er zelf aan toe bent. Ja. Of niet. En je kunt dat een moeiteloze weg maken. Of je kunt daar een verschrikkelijke lijdensweg van maken. En die verschrikkelijke lijdensweg ontstaat naarmate je de angst voor de dood... is eigenlijk niet de angst voor de dood, maar de angst om werkelijk te kiezen voor leven. Ja, ja, maar dat is het ook. Maar dat is, ja, het is vaak ook een les, zeg maar, zo geheten les die we met z'n allen hebben om te kijken van hoe komen we van onze angsten af. Ja, en, dat is welkom heten. Ja. Weet je, als ik wanneer je gewoon gaat zitten en gaat voelen wat er is. Gewoon welkom heten als er pijn opkomt of angst of boosheid. En je gaat er niet tegen vechten, maar gewoon laat het er zijn. Dan hoef je er niet aan vast te haken. En dan trekt het zich door je, ja, het trekt als een beweging door je heen. Het kan even heel heftig worden. Maar het verdwijnt ook weer heel snel uit je systeem. En dan is er niks aan de hand. Nee. Dan kun je gewoon vanuit je hart leven. Op het moment dat je eraan gaat vastklampen, ga je eigenlijk voeding geven aan die angst. Dan wordt het steeds erger dat je hoort eigenlijk mensen die eigenlijk een verschrikkelijk leven hebben. Ze zijn ongelukkig en alleen en nou, de hele wereld is tegen hun en het is allemaal ellende en naar. En die bijvoorbeeld ook een vergevorderd stadium van kanker hebben, want die kom ik nou eenmaal heel veel ook tegen in de praktijk. Ja. Denk, wat heeft het leven je dan nog te bieden, hè? En wat, dan vraag ik altijd aan die mensen bijvoorbeeld van, en wat als je nou dood bent? Wat is er in de dood? En dan, oh, dan ben ik vrij en dan ben ik dit en dan is dat allemaal niet meer, dan moet ik niks meer. En dan, nou, en dan ben ik gelukkig en allemaal zo, dan is er rust. En ik denk, als je dat nou omkeert, hè, van dood maak je leven en van leven maak je dood. Dus als je leven, laat ik het anders zeggen, leven is
continu de dood toelaten. Ja. Nou, maar ik denk ook dat jouw verhaal trouwens, jouw ervaring over die plek, zeg maar, om je op te laden, dat het voor iedereen, dat het ook een metafoor voor anderen kan zijn. Ja. Ik bedoel, dat hoeft niet precies dezelfde plek waar jij naartoe ging te zijn, maar het kan ook. Nee. Waar ga jij nou naartoe? Wat brengt jou nou? Wat geeft jou energie? En wat brengt jou rust eventueel wat je nodig hebt? Wat laat jou op? In plaats van wat mij oplaat. Nee, dat heb ik dus niet tegen jou, maar dat is zeg meer als metafoor zo van wat. Kijk, dus zo kan iedereen. Het is eigenlijk heel logisch en heel simpel. Veel dingen zorgen er misschien wel voor dat wij onszelf zeg maar overvragen, dat ons de energie zeg maar uit ons lijf loopt zeg maar, omdat we van alles maar moeten en denken te moeten, omdat wij vinden dat andere mensen denken dat wij dat zouden moeten. Juist. Maar ja, uiteindelijk denken die mensen dat misschien niet eens en denken zij alleen maar ook nog dat zij denken dat ze dingen moeten kunnen denken moeten kunnen. Nou ja, goed, het wordt helemaal ingewikkeld, maar in ieder geval. Ja, maar het is iedereen zit ermee. Ja. En uiteindelijk als je met elkaar praat, dan ja, zegt de ander altijd van, ah joh, maak je niet zo druk joh. Zegt de ander altijd tegen elkaar. Dus eigenlijk moeten we ons sowieso niet zo druk maken. En wat belangrijk is, hè, is dus nou ja, dat verhaal van jouw ervaring van die plek, is gewoon laat jezelf ergens op. Ja, kijk, en dat hoeft allemaal, kijk, in mijn geval. Maar goed, je moet voorstellen, toen ik zo ziek was, was nog maar zo'n dun draadje mm-hmm. met het leven. Mm-hmm. En ik heb een oorsprong, zeg maar, wat later in het boek gewoon helder wordt. En ook voor mij, wat toen nog niet duidelijk was. Ik ben mijn leven op aarde ooit als een hoge priesteres begonnen, zeg maar, in het oude Egypte. En ik heb zelfs de tijd waarin ik geleefd heb teruggevonden en dat soort dingen. Dus ik had al heel veel onbewust, ja, mm-hmm. ik was zeg maar onbewust bekwaam. En ik kreeg de beelden te zien, omdat dat nou eenmaal. Ik was vroeger een orakel, dus zo kreeg ik het te zien. Mm-hmm. Maar het is belangrijk, leef je passie. Als iemand heel erg blij wordt van schilderen, ik bijvoorbeeld ook. Ik word zelf, als ik onrustig ben en ik ga schilderen, dan ben ik helemaal anders. Dan ben ik acuut in het hier en nu, in het moment mm-hmm. en ben ja. niets anders bezig. Ja. Ja, voor mij is het radio maken. Dan, kan van alles zijn. Ja, voor mij is het radio maken. Ja, ook al ben ik, daar ben word je blij en gelukkig van. Ik ben tot 8 uur was dood op. Gewoon van verhuizing en van alles en nog wat. En de nachtdienst en dat soort dingen. En dan zeker in één keer in de uitzending en dan ben ik weer, word ik weer opgeladen. Ja. Maar ik laat jullie ook allemaal lekker praten. Ja. Je kunt het ook altijd zien. Als je werkelijk je passie leeft, word je er niet moe van. Nee. En als je er moe van wordt, en dat is niet dat je lui moet zijn, nee. Als het je geen energie geeft. Ja. Ja, dan is dat natuurlijk niet de bedoeling. Nee, precies. Nou, laat dat in ieder geval een goede knoop in je zakdoek zijn, laat me zeggen, hè? Ja. Ja. Ja, want nou goed, deze ervaring heeft natuurlijk voor jou, heeft bij jou natuurlijk veroorzaakt dat je je leven totaal hebt omgegooid. Ik zag ook al op je website dat je carrière-tijger was. En nu ben je een andere tijger. Ja, ik ben nu gewoon een kat. Nee, dat klopt. Ik was zeg maar gewoon, ik kwam uit het bedrijfsleven. Mm-hmm. En daar had ik ook altijd leuke functies en mm-hmm. Veel regelen en organisatietalenten van alles en nog wat. Ja, en nu behandel ik mensen energetisch en met een stukje coaching eigenlijk in een behandeling samen. En wat ik eigenlijk doe, ik haal heel krachtig de wortel van iemands overtuigingen weg, zonder het ego te triggeren als het ware. Mm-hmm. En dat is een beetje lastig aan de telefoon om uit te leggen, want dat is toch vaak wat beeldender om te laten zien, zeg maar. Maar ik haal letterlijk, als het ware, ik moet het anders zeggen, sorry, ik raak er zelf van in de war. Mijn core business is zorgen dat mensen hun hart weer open gaan. En daar heb ik een enorme kracht voor. Tot mijn beschikking. Hè? Die heb ik stap voor stap moeten leren ontdekken weer. En dat ik een soort test steeds heb moeten doen of ik dat gewoon zuiver kon hanteren. En echt, mijn kerntaak is letterlijk het wegkappen van het ego, het wegkappen van de angst, waardoor het pad van het hart weer opengemaakt kan worden en waardoor iemand weer in staat is zijn of haar hart te voelen en daarna te handelen. Dan zit mijn taak er weer op, zeg maar, want dan kunnen ze zelf weer verder. Dan heb ik ze vlot getrokken, als het ware.
Ja. En dat is wat ik doe. En daar heb ik een echt een ongelofelijke kracht voor tot mijn beschikking. En nou ja, dat doe ik op dit moment. En daarnaast nog wat lezingen en dat soort dingen. Spreken erover. Ja. Ja, dat is gewoon heel mooi, want jij geeft ook door het land, dus neem ik aan dan inderdaad die lezingen. Wat zijn dan de reacties op jouw verhaal? Flabbergasted. Nee, dat is heel grappig. Ik heb toevallig, vorige week heb ik een lezing gegeven, dat was dan een besloten lezing. En wat ik altijd doe, ik vraag geen iemand uit het publiek, zeg maar, of die een behandeling wil ondergaan, gewoon dus voor de groep, hè, voor degene, de aanschouwers. En ik ben bezig, maar het gros van de tijd sta ik met mijn ogen dicht, omdat ik eigenlijk een andere werkelijkheid zie op dat moment, zeg maar, en daarna handel. En die mensen die er zitten te kijken, en ik zet altijd zo de stoel neer dat er iemand die behandeld wordt, zeg maar, dat men het gezicht kan zien en ook mij goed kan zien. En het is zo bizar dat ik heb mijn ogen dicht en ik sta bijvoorbeeld met mijn arm en mijn linkerarm iets uit iemand te trekken en ik raak ook niemand aan. Dat dan diegene ook daadwerkelijk helemaal vloeiend in mijn beweging meegaat naar voren. Of dat ik zeg tegen iemand, er komt nu iets naar boven en ik voel vaak ik voel altijd in mijn lichaam op dat moment wat er bij de ander aan de hand is. En dan voel ik bijvoorbeeld dat er een hele heftige blokkade omhoog komt. En dat doet dan heel veel zeer. En dan zeg ik dat ook. Er komt nu wat omhoog. Laat maar gebeuren. En het volgende moment dat iemand echt vanuit zijn ziel begint te huilen. Zeg maar heel heftig. Helemaal vol in overgave. En daarna helemaal een gelukzalige lach op het gezicht krijgt. En hij helemaal begint te lachen. Echt ook weer vanuit de ziel, zeg maar. Gewoon dat er echt iets opgelost is. En mensen ervaren echt zoveel ruimte daarna ook. En dat is ook gewoon blijvend. Dat weg is ook echt weg. Ja. En ja, dat geeft altijd wel een... dat mensen die dat niet verwachten... Hè, vooral mensen die niet zo spiritueel georiënteerd zijn... laat ik het zo maar zeggen... ja, is dit toch een compleet andere wereld. En dat het een heel grappige gezicht oplevert... want aan de ene kant kunnen ze het niet geloven... want het is volledig buiten hun kader... voor buiten hun comfortzone en alles wat ze kennen... En aan de andere kant, ze zien het voor hun ogen gebeuren. Het is ook niet, het is ook niet nep of zo. Nee. Dus ja, mensen zijn volkomen overdonderd in verwarring en vinden het helemaal leuk. Nou ja, goed, verwarring is ook altijd goed, want dan ontstaat er iets anders. En staat er ruimte en zeg maar het oprekken van het elastiekje. Dat is het, dat is de verwarring. En uiteindelijk, dat in goede zin. Ja, in goede zin, ja, zeker. Ja. Nou, mooi is dat, Katja. Ja, vind je het leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Maar ik vind ook dat je het heel, heel... uit jouw stem... daar is ook een enorm enthousiasme en een enorm... ik voel bij jou ook gewoon dat dit gewoon echt doorleefd is ook. Ja. En het is wat anders. Het is wel echt uit mijn ziel. Precies. Dus en het is gewoon... je hebt natuurlijk allerlei leuke spirituele boeken... Dus je hebt leuke spirituele boeken, leuke ervaringen. Maar dit is gewoon. Dit is gewoon waar het eigenlijk om gaat. En meer is het ook niet. Nee, het is, weet je, dat wil ik wel meegeven. Mijn boek is echt, en dat, ja, Boos schrijft dat mooi, maar er zijn ook heel veel andere mensen hoor die dat ook zo ervaren. Het is niet belerend of zo. Snap je? Het is echt helemaal vanuit mijn ervaring, maar ook mijn stupide dingen gewoon. Blunders, gewoon alles staat erin. Gewoon naked, zoals het is. Ja. Eigenlijk, ja, simpel. Ja, je bent gewoon openhartig en zonder gêne en je vertelt het gewoon. Ja, ik heb echt ik moest op een gegeven moment wel lachen. Ik heb, ze hadden gezegd in het AMC dat ik... ik zou heel door de klachten van de chemo, ik zou erg moeten overgeven en ik zou heel erg diarree krijgen en allemaal dat soort enge dingen. Dus ik heb 2 weken lang in de taxi gezeten met een luierkontje, zeg maar. Lekker niet zo fijn. Nee. Dat je denkt, zal je toch niet gebeuren dat je in de taxi zit en dat ineens de boel losbarst of wat dan ook. Gelukkig was het allemaal niet nodig, viel het allemaal mee. Maar ja, dat soort idiote dingen staan er ook in. Terwijl je kind net bezig is om zindelijk te worden, ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Dan. En zo staat het vol gewoon met gek. Ja, niet alleen maar dat hoor. Nee, natuurlijk niet. Gewoon. Gaat niet. Maar het is gewoon.
Ja, het gaat om de... Nou ja, goed, wat Agnita zegt ook, houd vooral simpel. Op de chat. En... ja, en dat is het ook gewoon. En, ja. Simpel en hou het speels. Leven is spelen. Leven is niet bedoeld om een harde dobber te zijn. Dan heb je zo'n mooi stukje van, misschien ken je dat, van Brigitte Kaandorp. Ik heb een heel zwaar leven. Ik heb een zwaar leven! Ja, ik ken het. Ja, nee, die is geniaal. Ja, die. Ja. En dat is niet de bedoeling van het leven. Nee. Nee, maar goed, het is natuurlijk wel zo dat er zijn natuurlijk altijd, bedoel, het is altijd lastig als je zelf zo midden in die misère zit. Als je zo zelf in die misère zit, om dan een heel vrolijk iemand te horen praten, hè, en dit probeert uit te leggen. Het is bij wijze van spreken strooien van zout in de wonden. Ja, nou ja, kijk, het is zo, juist aan die mensen raad ik helemaal aan mijn boek te lezen. Want ja, ik bedoel, ik heb ook niet als een soort tijgertje alleen maar door het boek heen van, oh, we hebben kanker, joepie. Nee, natuurlijk niet. Nee. Alles staat erin. Ook de momenten dat ik echt denk, oh my gosh, weet je, dat ik gewoon mijn man en mijn kind, bij wijze van spreken, de kerk hier uit zie komen met mijn kisten voor en uit, zeg maar. He, die moment heb ik ook gehad. En ik heb ook een hele lieve vriendin verloren eigenlijk. Die ik heb leren kennen tijdens mijn proces. En op de dag dat ik hoorde dat ik schoon was, hoorde zij dat ze terminaal patiënt was. En drie maanden later was ze overleden. Ja. Ook een baarmoeder als kanker. Gewoon compleet omgekeerd. Dat staat er ook in. Ja. Maar het is puur. Het is echt, je zit er middenin. Je zit er middenin. Ja. Als je het leest. En ook voor iemand die juist eigenlijk het helemaal niet ziet zitten in het leven nu bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want in het begin zullen ze dat natuurlijk heel erg herkennen. Hè? Dan komt er een boel ellende, dat is dan vertrouwd. Ja. En gaandeweg kunnen ze mee in mijn leerproces eigenlijk. Ja, dat gaat dan wat geleidelijker aan. Ja. 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 En het is echt, en dat bedoel ik niet van, oh kijk mij nou leuk, maar het is echt life changing. Het is echt een life-changing boek. Het is echt, mensen zijn gewoon anders daarna. Ja, nou, het is, kijk, de kerst komt nog, zeg ik dan maar, en Sinterklaas. Ja, ren allemaal naar de winkel. Hij is overal te koop. Hij is overal te koop, dus alle boekhandels. Wat zeg je? Alle boekhandels. Nou, hij ligt nog, dat is dus het volgende stukje. Hij ligt nog niet overal in de boekhandels. Nee, dan moet je heel veel drukken. Dat kan er ook niet natuurlijk. Nee, en wij zijn natuurlijk een... want ik heb natuurlijk zelf in eigen beheer uitgegeven ook. Ja. En wij zijn natuurlijk als Seven Haters Publishing een onbekende uitgeverij voor de grote jongens. Ja. Maar hij wordt je kan hem wel bestellen. En hoe meer mensen naar de winkel gaan en hem gaan bestellen, want via bol.com wordt hij heel goed verkocht. Ja. Want iedereen gaat naar bol.com en Bruna en dergelijke. Ja. Maar ga naar de winkel als je hem wil hebben en bestel hem daar, want het gaat gewoon via het Centraal Boekhuis. Ze hebben hem de volgende dag in huis. Dan, het is echt een moeite waard. Het is echt een boek, ja, dat wil je vaker lezen. Ja. Dat beloof ik. Nou goed, mocht je zelf het boek willen hebben of ken je iemand waar je denkt van nou, misschien is het wel handig om een keer deze gift te geven. Het is misschien een hele goede tip. Alle informatie ook, hè, over jou, Katja, staat op je website. Ja, katjazwager.nl. Katjazwager.nl. Ja, het staat ook vermeld op de website van Frontier Radio. Dus je kan zo doorlinken, doorgaan, doorsurfen naar de website van Katja. Ja. En anders op de Facebookpagina van Leren Leven als een Elastiekje. Of die van mezelf, Katja Zwager. Oké, dus er is ook nog een Facebookpagina Leren Leven als een Elastiekje. En, mogelijkheden genoeg. Katja. Ja. Bedankt voor dit fijne gesprek. Ja, insgelijks. En ik wens je gewoon heel veel succes met alles wat je doet. En, het enthousiasme wat ik van Bo overgedragen kreeg, dat komt ook van jou uit. Dus het klopt helemaal wat Bo vertelt. Ja. En ik vond het waar genoeg in ieder geval. Nou, hartstikke bedankt. Ik ook, vond het heel erg leuk.
En nou, heel veel succes met je programma dan. Dankjewel. En jij heel veel succes met je lezingen en alles wat je doet. En misschien tot een andere keer. Ja, is goed. Helemaal prima. Oké, tot ziens, Katja. Fijne avond. Ja, dank je. Dag. Doeg. Dit was Katja Swager. Haar website is www.katjaswager.nl. En alvast goed om te weten, vanaf januari 2013 zal Frontier Radio ruilen met het programma Spits en Frutsel. En zal dus Frontier Radio op maandag tussen 9 en 11 te beluisteren zijn. En het programma Frits en Sprutsel op de donderdag, volgens mij. Volgens mij wordt dan gewoon gewisseld. Bedankt allemaal en tot de volgende keer. Ik ga nog even wat muziek erop zetten. En dan wens ik jullie een fijne avond.